heeft Zebby daar nou? Maakt hij me nou wakker met een fietsbel? Hoe kom je daar nou weer aan? Een fietsbel, die hoort op een fiets. En als je op straat langs iemand wil, dan hoef je alleen maar zo te doen. En dan gaan ze aan de kant. Oh, zo. Dat is wel even een lekker dutje. Ik heb er alweer helemaal zin in. Doen jullie met me mee? Stamp met je voeten. Ga heen en weer. Schud met je billen. Van je 1, 2, 3. Gooi je arm omhoog. Gooi je arm omlaag. Zwaai naar alles, iedereen. Draai een rondje en op één. Gooi je been omhoog. Gooi je been omlaag. Stap naar voren, schud je hoofd. Wakker worden, doe je zo. Klap in je handen. Spring op en neer. Schud met je billen. Van je 1, 2, 3. Nou, ik ben helemaal zo soepel als een hoepel. Jij ook, Zeppie? Gelukkig maar. Oh ja, deze fiets wil ik nou voor mijn verjaardag. Met mooi rood en dat mandje voor... Oh, daar kan jij dan in zitten, Zeppie, in dat mandje. En dan zou ik eigenlijk wel nog koekjes als wielen willen. Ja, dat zou toch fantastisch zijn als je koekjes hebt als wielen. Wie heeft dat nou? Zeppie? Nee, ze de wielen van mijn fiets op. Nou heb ik toch geen voorwiel meer. Hoe moet dat nou? Was het wel lekker? Oh, gelukkig maar. Dat betekent dat we er dus meer moeten maken. Zal ik je uitleggen hoe ik het heb gedaan? Je begint met het maken van deeg. En dat doe je met bloem, suiker, een ei en wat boter. En dat kneed je goed door elkaar. En dan komt het deeg er zo uit te zien. Maar dit deeg heeft nog geen kleur. En ik heb twee kleuren nodig voor mijn wielen. Dus... ik deel het door midden. En dan ga ik er een beetje voedingskleurstof bij doen. Maar omdat dat best wel wat afgeeft, doe ik handschoenen aan. Want ja, straks heb ik de hele week groene vingers. En dan wordt iedereen bang van mij. En dan nu het kleurtje erbij. Zo. En dit ga ik goed door elkaar kneden. Als het dan helemaal gekneed is, dan ziet het er zo uit. Ik pak even een bakpapiertje, want daar ga ik het deeg op uitrollen. En een bakpapiertje is handig, want dan plakt het niet aan het aanrecht. Die erop. Ik doe een klein beetje bloem op het deeg, want dan plakt het niet aan de deegroller. En dan mag je eigenlijk gewoon lekker rollen. Als je het andere kleurtje ook hebt uitgerold, dan leg je ze op elkaar. Zo. Beetje aandrukken. En dan ga je het bakpapier er vanaf. Zo. De lelijke kantjes die snij ik er even vanaf. Want die hebben we toch niet nodig. Zo. Die hebben we even niet nodig. En als je dat hebt gedaan, dan rol je hem zo op als een dikke pannenkoek. En het is helemaal niet erg als hij een beetje breekt. Dan doe je het gewoon weer tegen elkaar aan. Wanneer je er een dikke pannenkoek van gerold hebt, dan gaan we hem in plakjes snijden. De eerste is toch niet zo mooi, dus die zetten we even aan de kant. Maar deze... wauw, kijk eens hoe mooi die is geworden. Je drukt hem nog een beetje rond en dan mag die zo de bakplaat op. Oh, we willen er nog wel een paar, toch?
Perfect, Seppie. Zo heb ik gelijk ook weer een nieuw voorwiel. En deze mogen dan zo 10 minuten de oven in. Deze koekjes heb ik gelukkig al gebakken, dus nu wordt het tijd om ze te proeven. Bij mij zijn Abby en Liam vandaag op bezoek en ze komen me helpen om deze fiets in elkaar te zetten. Moet je eens komen kijken naar deze fiets? Er is uit van elkaar. Alles mis. Ja, kun je er zo op fietsen? Nee. Nee, hè? Zo kun je er nergens toe. Ja. Zonder, dan moet je echt zonder handen fietsen. Zonder handen en je kan niet zitten. Nee. Nou, dat is heel gek. Dus wat moeten we doen? Zitten, dan moet je ze heel moeilijk sturen. Dan kan je helemaal niet sturen. Kom eens kijken wat ik hier heb liggen. Wat is dit bijvoorbeeld? Stuur. Een stuur. En Liam, kun je mij even vertellen wat dat daar is? Zadel. Een zadel. En Abby, weet jij wat dit hier zijn? Lichtjes. Lichtjes, heel goed. En dit, Liam, wat is dat? Een bel. Een bel. Gaan jullie mij helpen om deze fiets in elkaar te zetten? Ja. Want dan kunnen we erop fietsen natuurlijk. Ja. Ja? Beginnen jullie maar bij... De stier. Het zadel. Die wil ik wel, zodat we kunnen zitten. Waar hoort die? Weet jij dat? Heel hard duwen. Ja, heel hard duwen. Gaat dat goed? Nee. Zal ik zelf ook even met z'n drieën? Ja, die zit er goed op. Oké. En wat hebben we nodig om te kunnen sturen? Een stuurer. Een stuur natuurlijk. Stuur. Gaat het goed zo? Nee! Ja, oh, ik kom even helpen. Duwen. Ja, zo. Wow, dit is super lastig. Ja! Wat missen we nog? Hoe kunnen de auto's ons zien in het donker? Met een... lichtje. Een lichtje. En een wit lichtje hoort aan de voorkant en een rode aan de achterkant. Zal ik jou eens helpen? Ja. Zo, die is best lastig, hè? Zo. Zit die zo goed? Ja. Oké, dan. Zal ik jou ook eens helpen? En rood lichtje hoort aan de... achterkant. Aan de achterkant. Zo weten de auto's wat de achterkant is en de voorkant is. Ja, ik ga bel. Oh ja, de bel hoort natuurlijk aan het stuur. Want als er iemand aan de kant moet, wat doe je dan? Dan dring je de bel. Hartstikke goed gedaan. Zeg, kijk eens hoe goed deze fiets in elkaar zit. Waar zullen we naartoe fietsen? Weet jullie dat? Engeland. Naar Engeland. Nee, dat vind ik een leuke plek. Nee, naar het strand. Naar het strand. Zeppie en ik gaan straks een fietstochtje maken. Maar er moet wel nog even deze bel vast. Ah, kijk, Zeppie, hij doet het. Zeppie, heb jij nou alle croissantjes opgegeten? Nou zeg, jij vreedzak, dat zouden we toch doen tijdens de picknick? Tuurlijk mag je achterop bij mij. Wel goed vasthouden dan, hè? Ja. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. En ik hoop dat je past op mijn bagagedrager, want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. Ik zet die trek, skip die trek, dus spring maar op bij mij, dan fietsen we naar huis toe. Spring maar achterop bij mij, achterop de fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Misschien wel een idee om hier weg te gaan, naar een plek ergens hier ver vandaan. Naar Parijs of naar Rome of Milaan, of als E.T. op de fiets naar de maan. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Ik ben druk bezig met een belangrijke wedstrijd. De Tour de Venne. Ik ben al langs de slaapkamer geweest, de woonkeuken en nu de laatste ronde, de moestuin. Oh, hoi Zeppie! Nou, ik heb mijn beweging wel weer gehad voor vandaag. Laten we nog even dansen. Doe je mee?
jij het al vandaag? Waanzinnige dag.